Een goeiemiddag. De Vlaamse zanger Will Ferdy is op 95-jarige leeftijd overleden. Het lijkt beslist, de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal niet ondergronds, maar bovengronds West-Vlaanderen doorkruisen. En in de Verenigde Staten gaan de kieskantoren open voor de parlementsverkiezingen. Will Ferdy is overleden. Hij was een van de meest toonaangevende artiesten van zijn generatie. Ik heb je weer ontmoet, Christine. Na al die lange dagen. Will Ferdy werd 95. Een van zijn bekendste nummers was dit Christine. Hij was ook het eerste boegbeeld voor de LGBTQ+-gemeenschap in Vlaanderen toen hij als homo uit de kast kwam, 50 jaar geleden. Later in dit journaal gaan we uitgebreid verder praten over het overlijden van Will Ferdy. Maar eerst dit. De Ventilus hoogspanningslijn die in West-Vlaanderen elektriciteit van de windmolens op zee aan land moet brengen, komt het best bovengronds. Dat bevestigt een nieuw rapport. Ventilus zal dwars door West-Vlaanderen lopen, al ligt het traject nog niet helemaal vast. Buurtbewoners zijn bezorgd dat bij bovengrondse leidingen de straling van de kabels slecht zal zijn voor hun gezondheid. Buurtbewoners en de burgemeesters van de betrokken gemeente willen Ventilus daarom liever onder de grond. Maar die oplossing is minder robuust, zegt het rapport. Begin september spreekt de Vlaamse regering na protest van de West-Vlaamse burgemeesters af dat een Duitse expert eerder onderzoek naar Ventilus nog eens mag bestuderen. Zijn rapport bevestigt nu wat de expert van de Vlaamse regering eerder zei. Ondergronds is geen optie. Niet voor dit project, omdat dat hoofdnetwerk van dergelijke grote schaal is. En dat moet heel betrouwbaar zijn ook. En die technologie bestaat eigenlijk niet om dat ondergronds te doen op dit ogenblik. Sommige burgemeesters lezen het rapport toch enigszins anders. We stellen wel vast dat de professor zegt, het voorstel dat jullie hebben neergelegd als burgemeesters, dat heb ik eigenlijk niet onderzocht. Hij antwoordt wel op een aantal pertinente vragen en daar antwoordt hij eigenlijk telkens positief op onze vragen en welke mate gelijkstroom als alternatief zou kunnen dienen. Al zal het nog 10 jaar duren eer dat technisch ondergronds op punt staat. Dan moet die technologie nog gecommercialiseerd worden en gerealiseerd. En bovendien is de kans dat die dan even betrouwbaar is nog niet zeker. Dus we spreken dan over 2040. De wetgeving is soms ook een drijver om de technologie te laten evolueren. Het gaat hier over de gezondheid van vele mensen. Het gaat over het landschap in West-Vlaanderen. Laat ons alsjeblieft toch even alles bij elkaar nemen en hopen dat die technologie snel genoeg ontwikkelt om Ventilus toch nog onder de grond te kunnen plaatsen. Het is nu aan de Vlaamse regering om te beslissen boven of onder de grond en vooral ook langs waar precies. Want nu maken duizenden mensen zich zorgen, terwijl dat misschien niet hoeft, omdat de kabels niet boven hun hoofd zullen komen. Dank Bart Verhulst. Op het Martelaarsplein waar de Vlaamse regering huist, betekent dit rapport nu dat de Ventiluslijn zeker bovengronds zal komen? Wel, alles zal afhangen van de houding van CD&V, want de meeste burgemeesters die protesteren in West-Vlaanderen zijn Vlaamse Christen-Democraten. De partijtop van CD&V heeft begin september al gezegd, als uit nieuw onderzoek nog eens blijkt dat bovengronds de beste en enige oplossing is, dan is het einde discussie. En daar lijkt het nu wel op. Nu, van CD&V hebben we voorlopig geen reactie. Er is wel verwachting dat de partij bij haar standpunt zal blijven. In weerwil dus van de eigen burgemeesters, al was het maar omdat de partij in de Vlaamse regering andere katten te geeselen heeft, met name het mestactieplan en het stikstofdossier. N-VA is ook voorstander van een bovengrondse leiding en wie wel reageert is Open VLD, de derde partij in de Vlaamse regering. En voor hen is het duidelijk, er moet nu snel beslist worden en Ventilus moet bovengronds. Het zal natuurlijk nog wel wat heisa blijven, maar laat ons alsjeblieft beslissen. Het is heel duidelijk op basis van de rapporten dat bovengronds de beste piste is. En laat ons onze energie nu steken in het begeleiden van die mensen die schade ondervinden van die keuze. Het betekent dat hier en daar mensen moeten gecompenseerd worden, onteigend moeten worden. Ik denk dat je beter de energie gaat steken in de begeleidende maatregelen dan over de beslissing te blijven discussiëren.
Hoe reageren de burgerbewegingen in de gemeente die wellicht getroffen worden door die bovengrondse Ventuluslijn? Weten we dat al? Wel, zij blijven zeggen dat niet alle scenario's voldoende onderzocht zijn. En zij blijven zich ook zorgen maken over hun gezondheid. Want de straling van hoogspanningslijnen wordt in verband gebracht met leukemie bij kinderen. Al is het niet bewezen dat het ook leukemie veroorzaakt. Of het is dat we het nog niet weten natuurlijk. Dat blijft natuurlijk een vraagteken. Nu, de burgerbewegingen zeggen, ja, wij zullen alle juridische middelen blijven aanwenden en gebruiken om Ventulus onder de grond te krijgen. Want de vergoedingen die de Vlaamse regering zal voorzien, dat zal niet volstaan. Men kan dat niet vergoeden, gezondheid is niet te koop. Als men de hele strook moet vergoeden om te verhuizen of om die zone onbewoonbaar te verklaren, wat zou dat niet kosten? Maar Vlaanderen heeft die energie nodig. U gaat dat dan tegenhouden, dus noods jarenlang? Nee, we gaan dat zeker niet tegenkomen. We werken al 3,5 jaar samen eigenlijk. Of we proberen samen te werken. We proberen met een alternatief op de proppen te komen. Die werkbaar is, die uitgewerkt is. Maar niemand wil het onderzoeken. Allee, onafhankelijk toch. Dus u blijft dromen van ondergronds? Zeker, we geven de strijd niet op. Vandaag niet, morgen niet. Nooit. Wanneer valt de beslissing, Bart? Wel, morgenavond krijgen de burgemeesters meer uitleg van die Duitse expert die dat nieuw rapport heeft geschreven. Overmorgen komt het dossier dan op de Vlaamse regering. En als het van minister van Omgeving Demir van N-VA afhangt, zal er met dan ook meteen beslist worden. Maar één kink in de kabel, een van de hoofdrolspelers binnen die Vlaamse regering, is afwezig nog tot begin volgende week door ziekte. Hilde Krivits, vice-minister-president voor CD&V. Zij wordt wel vervangen in de regering door de ministers Broens en Dalle, maar natuurlijk, misschien zal Krivits dit dossier zelf mee willen beslissen, want dit gaat letterlijk over haar electorale achtertuin. Als er beslist wordt boven of onder de grond, dan zal er ook beslist worden over eventuele onteigeningen en vergoedingen voor mensen die onteigend worden. En de Vlaamse regering wil daar verder gaan dan wat normaal gezien de gewoonte is. Wat we dit jaar niet meer zullen weten, dat is pas eind januari, is het traject langs waar Ventulus zal lopen, want vooraleer dat kan vastgelegd worden, moet er eerst een rapport gemaakt worden over de effecten op het milieu. Dank je wel, Bart, voor je omstandige uitleg. Meer dan 500.000 huishoudens kunnen vanaf 2024 een sociaal internettarief aanvragen. Daarmee zal een internetabonnement dan maximaal 19 euro per maand kosten. Voor een combinatie van internet en digitale televisie zal een pakket maximaal 40 euro kosten. Het tarief bestond al, maar was niet meer mee met de tijd. 10 mensen in ons land heeft geen toegang tot het internet. Bij mensen in armoede gaat het zelfs over 3 op de 10, vaak omdat het te duur is. Al meer dan 30 jaar bestaat er een sociaal tarief, waarbij je 11,5 euro korting krijgt op je telecomabonnement. Maar dat systeem is niet meer aangepast aan de realiteit. We hebben met de sector een akkoord afgesloten, dat ook politiek afgesloten is, betreffende een basispakket voor internet van 19 euro. Het nieuwe sociaal tarief gaat in vanaf 2024. Veel hoeft u niet te doen om het te krijgen. Het is dezelfde groep mensen die voor het sociaal tarief energie, het klassieke sociaal tarief energie, in aanmerking komen. En dan gaan mensen een brief krijgen als ze begunstigd zijn, als ze gerechtigd zijn om dat sociaal abonnement te krijgen. Een brief van de overheid waarmee ze naar de winkel kunnen, van hun provider naar keuze. En dan gaan ze een sociaal abonnement voor 19 euro op internet kunnen aanvragen. Voor gsm en smartphone komt er voorlopig geen tegemoetkoming. Moet het zo zijn dat de prijzen in België te hoog worden voor mobiele telefonie, ook dan kunnen we met een koninklijk besluit het sociaal tarief aanpassen voor die groep. Gisteravond zijn de vakbonden en de werkgevers er opnieuw niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over lonen en uitkeringen. Van premier De Croo hadden vakbonden en werkgevers een maand de tijd gekregen om een maximum vast te leggen voor de loonsopslag in de privésector. Volgens de werkgevers is er geen ruimte. De automatische loonindexering kost volgens hen al handenvol geld. De vakbonden van hun kant willen wel de vrijheid om extra geld te vragen in bedrijven die grote winsten maken. Een compromis was niet mogelijk en daardoor is er ook geen akkoord over de verdeling van geld voor pensioenen en uitkeringen.
De regering zal nu zelf beslissen. Liefst 10.300 asielzoekers hebben het voorbije jaar gewerkt. Al is dat cijfer relatief, want sommigen werkten maar één dag. Anderen hadden wel een vast contract. VEDASIEL, dat voor de opvang van asielzoekers instaat, moedigt asielzoekers aan om te werken. En VZW's helpen hen daarbij. Stebo is zo'n VZW. Zij kregen 271 mensen aan het werk uit twee Limburgse asielcentra. Dan scannen de items. Dan die gaat naar de UK. We moeten de pak de UK-label. Abdul pakt de orders in met de nodige aandacht voor detail. Hij hoorde in het asielcentrum van Heusden Zolder dat een logistiek bedrijf werknemers zocht. Goed leven maken, we moeten werken. En dan, we moeten werken, we moeten geld krijgen, we moeten wat we willen, we moeten kopen. Hij werkt met interimcontracten sinds een maand. In het asielcentrum hebben twee buddies hem geselecteerd, begeleid en aangemoedigd. We kijken dan eigenlijk naar hun werkbereidheid, naar hun attitude. We kijken ook naar vaardigheden die ze kennen, kunnen. Maar ook vooral hun eigen goesting en hun talent. Ze gaan ook op zoek naar bedrijven die asielzoekers willen aannemen. In dit logistiek bedrijf werken er 40 en ze hebben nog 60 vacatures. Catharina is sinds 2 maanden aan de slag. Letting just go out all of the stress that maybe you are handling with at the moment. And it's the window that you have to spend your time and just spend it in a really good way. And I am the trainer of Big Kim. Normally I train the new people, the newcomers. Het voorbije jaar werkten meer dan 10.000 asielzoekers. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal. Soms voor één dag, meestal met tijdelijke contracten, soms met een vast contract. Asielzoekers die aan het werk zijn, die hebben een zinvolle dagbesteding. Die kunnen op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. En die zetten hun eerste stappen richting integratie. En mochten ze echt als vluchteling erkend worden, dan blijven ze hier graag aan het werk. Nee, ik wil nachtbus werken en dan dagbus. Ik ga naar de school gaan en dan naar school. In Egypte vindt de top plaats waar wereldleiders komen onderhandelen over de klimaatcrisis. De klimaatverandering laat zich voelen in elke uithoek van de wereld. Ons land ontsnapt daar niet aan. Wie dat al enkele jaren ondervindt, zijn de landbouwers. Afgelopen zomer was uitzonderlijk droog en heet. De zomer daarvoor was het veel te nat. De provincie Antwerpen helpt landbouwers om klimaatslim te boeren. Dat is een duidelijk signaal dat er iets niet klopt. Hè. Het is het 8 november, de grachten staan droog, dat is niet normaal. Het gras groeit enorm hard, dat is ook niet normaal. Boer Paul van de Water verbouwt gras en maïs voor melkveebedrijven in de buurt. Maar door de extreme droogte dit jaar is zijn oogst gehalveerd. Om de regen die in de winter valt zoveel mogelijk bij te houden, staan er stuwen in de gracht. In de lente gaan die open om het veld te kunnen bewerken. Als je op het veld werkt, kan het water weg en kunnen ook goed je veld bewerken. Als je gedaan hebt, als je niet meer op het veld met een tractor in het voorjaar, dan steken we dat terug op winterstand, dat het water, het hemelwater of het regenwater, zo maximaal hier blijft staan in die gracht. Zoveel mogelijk bufferen voor een eventueel droge periode die later komt. Maar door de klimaatverandering kan het ook extreem regenen. Het water van het riviertje de Aa stroomt dan zo hard dat een deel van de oever instort. Door wilgen aan te planten wordt de oever sterker. De wortels van die wilgen houden een oever echt wel bij elkaar. Ja. Wat de wilgen niet groeien, dat kun je hier zien, is het wel een pak minder. Het snoeisel van de wilgen kan de landbouwer in de bodem verwerken, zodat die vruchtbaarder wordt en ook water bijhoudt. Het zijn tal van kleine ingrepen die de provincie Antwerpen aanbiedt aan landbouwers en natuurbeheerders. De belangstelling daarvoor neemt al maar toe. Het draagvlak is hoog gestegen omdat de nood zo hoog is. Het is niet de zaligmakende oplossing, maar als vele mensen kleine maatregelen toenemen, dan is het effect al fenomenaal op een valleigebied. We're the United States of America. And there's nothing, nothing, nothing beyond our capacity. So vote. Get out the vote and win. Vote, vote, vote. Een laatste oproep van de Amerikaanse president Biden om te gaan stemmen vandaag voor de parlementsverkiezingen, de zogenoemde midterms. Een uurtje geleden zijn de eerste stembureaus opengegaan aan de Oostkust, zoals hier in de staat New York. De Amerikanen kiezen onder meer een volledig nieuw huis van afgevaardigden en ongeveer een derde van de Senaat.
De eerste uitslagen worden morgenochtend verwacht. Als we de peilingen mogen geloven, is de kans groot dat de Republikeinen de meerderheid behalen in beide kamers. Maar spannend wordt het in elk geval. Joris Soenes, jij bent in Washington DC aan het congresgebouw, hè, waarvoor de parlementsleden worden verkozen vandaag. Er staat veel op het spel, hè? Wel, je gebruikt het woord staat. Er zijn niet alleen verkiezingen voor het congres, maar in 50 staten, Wim, 50 staatsparlementen worden verkozen. Er worden ook 36 gouverneurs verkozen. Er worden burgemeesters verkozen, rechters, sheriffs, zelfs lijkschouwers worden verkozen in Amerika. En dan worden nog op tal van plaatsen referenda gehouden. Dus het is een grote verkiezingsdag, maar de Democraten zien het nogal somber in, want de peilingen zeggen dat ze een oplawaai gaan krijgen. De vraag is alleen hoe groot die oplawaai zal zijn. Het is traditie hier dat een zittende president afgestraft wordt in mindere of meerdere mate na 2 jaar presidentschap. De vraag is alleen nu hoe groot zal die afstraffing mogelijk zijn als we de peilingen mogen geloven. Veel mensen liggen wakker, Wim, van de inflatie. En dat is een enorme sloopkogel voor de Democraten. De Democraten zelf zeggen, ja, dit is een strijd over de democratie. Maar de kiezer lijkt voorlopig te kiezen voor de portemonnee. En welke strijdstaten moeten we in het oog houden? Wat zijn de belangrijkste gevechten, als ik het zo mag noemen, die worden gevoerd? Waar? Wel, er zijn gevechten in Pennsylvania. Daar is een belangrijke senaatzetel met een beroemde Dr. Oz die voor de Republikeinen opkomt tegen John Fetterman, een man die een beroerte heeft gekregen. In Ohio is een anti-Trump-kandidaat die nu volledig pro-Trump, J.D. Vance, opgekomen in Ohio. In Georgia wordt een zware strijd uitgevochten, maar een belangrijke strijd is vooral de staat Arizona, Wim. Arizona in het zuidwesten van de Verenigde Staten, waar heel veel commotie is geweest na de verkiezingen van 2020 over de bekrachtiging van uitslagen. Er was heel veel protest tegen hertellingen enzovoort. En onze collega Thomas de Grave heeft daar een reportage gemaakt. And we thought it might be good to talk about elections today. We wonen een infosessie bij van de toezichthouder voor de verkiezingen in Maricopa County. De laatste maanden doen ze er hier alles aan om het verkiezingsproces zo goed mogelijk uit te leggen. This is a daily job reassuring people that the 2020 election wasn't rigged and assuring them that 2022 is going to run efficiently and be safe and secure. Al vanaf de verkiezingsavond was er commotie in Maricopa. Toen bleek dat Joe Biden de staat zou binnenhalen. Onmiddellijk klonken er beschuldigingen van fraude. Er kwamen rechtszaken en hertellingen die niets aan het resultaat veranderden. President Trump probeerde ook lokale politici te overhalen het resultaat in zijn voordeel om te buigen. I just knew that what I was facing, I could not do. Rusty Bowers, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Arizona, getuigde over de druk in de 6 januari-commissie in Washington, D.C. I do not want to be a winner by cheating. Bowers, zelf een conservatieve republikein, weigerde mee te gaan in het plan van de president. I supported you. I was on the stage with you. I walked for you. I will do nothing illegal for you. Het resultaat was dat hij zijn voorverkiezing verloor. Zijn politieke carrière is ten einde. Maar spijt heeft hij niet. It was the right thing to do and it's still the right thing to do. In Arizona zijn de Republikeinse kandidaten voor gouverneur, senator en hoofd van de verkiezingen allemaal Trump-aanhangers die het resultaat van de vorige verkiezingen betwisten. Ondanks het harde werk van Bill Gates en zijn collega's. These folks should know better. I think they do know better. And I've called upon my fellow Republicans over and over again to start saying the truth again when it comes to elections. As Republicans, we need to be able to stand for something other than conspiracy theories. Bjorn, nog één vraag. Misschien na die reportage. Wat kan het gevolg zijn van deze parlementsverkiezingen als in het congres daar heel wat Republikeinen terechtkomen die Biden gewoon niet zien als hun rechtmatige president?
Je hebt het probleem in een democratie, Wim, waar verkiezingen of de uitslagen ervan alleen aanvaard worden bij winst natuurlijk. Dat is de basis van een democratie, dat winst en verlies erkend worden. Maar het probleem zit misschien niet zozeer hier in het congres als die kandidaten hier verkozen worden, maar het zit eerder in de staten zelf. Er worden tal van mandatarissen verkozen, hoge verkiezingsambtenaren ook. En als die ook het verkiezingsresultaat van 2020 ontkennen en zeggen dat ze in 2024 bereid zijn om rechtmatige uitslagen die door rechtbanken zijn bekrachtigd niet te erkennen of om te keren, ja, dan is er een groot probleem in 2024. Dus het zal vooral in de staten zelf zijn dat er een probleem kan zijn bij het tellen of het verwerken van resultaten bij de presidentsverkiezingen van 2024. Dat zullen we zien dan. We zijn benieuwd naar de uitslagen. Dank je wel, Björn. We hadden geen geluk, een vriend. Want onze liefdesbanden, ze sprongen schrijnend stuk, mijn vriend. We staan met lege handen. Wilferdi is overleden. De Vlaamse zanger was 95. De laatste jaren leed hij aan de ziekte van Parkinson. De carrière van Wilferdi begon op het einde van de jaren 40, niet lang na de Tweede Wereldoorlog dus. Hij zong vooral Nederlandstalig chanson en hij was ook de eerste die het werk van Jacques Brel in het Nederlands bekend maakte. Zijn grootste successen zijn Het Schrijverke, De Stervende en Christine. Verslag door André Vermeulen. Stad aan Leie en aan Schelde, met uw held van Artevelde. Wilferdi over zijn geboortestad Gent. Zijn carrière begint in 1948. Drie jaar later komt de eerste hit. Als een jongen met een meisje wandelen gaat. Daarna gaat Wilferdi op zoek naar teksten die wat meer voorstellen. Hij zet zelfs het werk van dichter Guido Gezelle op muziek. En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapoteken aan. Het stelde hem recht tussen zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Vaarwel, Emi, ik ga nu door. Het is hard te sterven als de lente komt, maar geen vrede heb je nodig. Wilferdi is ook de allereerste die het werk van Jacques Brel in het Nederlands vertaalt. Hij kreeg daar veel waardering voor en de platen verkopen goed. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, als ik een eer lig in mijn kuil. Ferdi had ook succes met een aantal door hem bedachte typetjes, zoals Flup de Facteur, maar vooral Peterke. Van de kikker die een os wou zijn van Gaston Duderney. Een kikker zag een os die struis als een kolos al dromend stond te grazen. In 1968 schrijft hij tekst en muziek voor de klassieker uit zijn repertoire. Ik heb je weer ontmoet, Christine. Na al die lange dagen. Maar het deed het ons wel goed, Christine. Dat wij ons weder zagen. Liedjes als Christine en Er was een tijd bevestigen definitief de status van Wilferdi als Vlaams chansonnier. Er was een tijd dat ik je kende als een kind. Ik was voor jou een toevlucht en een grote vriend. 80, nu ben ik 80 en liedjes zingen vind ik nog steeds prachtig. Wilferdi is geregeld blijven optreden tot hij 87 was. Hij stond 66 jaar als beroepsartiest op het podium. Dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, dat het een eerlijke tuin kan. Dag André. Op dagen zoals vandaag halen we jou er graag even bij, omdat niemand de Vlaamse muziek zo goed kent als jij de afgelopen decennia, denk ik. Hè. Dus is de eerste vraag aan jou, wat is volgens jou het belang van Wilferdi geweest voor de Vlaamse muziek al die decennia dat hij op het podium heeft gestaan? Ja, hij is begonnen in de jaren 40 en dat was een tijd waarin Vlaamse muziek vooral bestond uit heel populaire muziek,
populaire teksten, veel tralala en lalala. En Wilferdi was net iemand die op zoek ging naar betere teksten, naar meer verfijning in teksten. Zijn grote voorbeeld, dat kwam uit Frankrijk. Dat was de Franse chansonnier Charles Trenet, bekend van La Mer en Boom. Mm-hmm. En hij wou ook zoiets brengen in Vlaanderen. En dat deed hij op het moment dat eigenlijk... Ja, er was, dat soort muziek bestond niet in Vlaanderen. Een beetje in Nederland, misschien, maar niet in Vlaanderen. En hij was eigenlijk de pionier van wat later de kleinkunst is genoemd. Maar dat bestond nog niet op dat moment. Ja, hij zei ook wel eens dat de nummers die hij zelf het meest koesterde, dat dat niet de meest populaire nummers waren die hij gemaakt heeft. Nee, ik klaagde vaak over het feit dat altijd weer dezelfde nummers werden gedraaid op de radio en andere waar hij meer van vond, niet. Hij hield van zijn liedjes die wat dieper graafden. Hij was ook heel trots op het feit dat hij de eerste was die Jacques Brel heeft vertaald in het Nederlands. En Brel heeft zelf trouwens een liedje gezongen op een Nederlandse tekst, een beetje hakkelijk gedaan en zo, maar op een tekst van Wilferdi, Men vergeet niets. Dat zijn veel mensen inderdaad vergeten. En dat heeft hij nog gedaan voor Lisbeth List. Brel heeft bekendgemaakt in het Nederlandse taalgebied. Hij was ook op dat vlak een pionier. Ja. En dan moeten we natuurlijk ook even hebben over dat nummer Christine, dat een heel speciale betekenis kreeg. Vooral achteraf, jaren nadat hij het publiceerde eigenlijk. Ja, hè? Het leek gewoon een lied voor een vriendin, voor een vrouw. Maar nadien bleek dat Christine wel degelijk bedoeld was voor een man. Maar dat kon eind jaren 60 nog niet zomaar gezongen worden. Het was kort voor zijn outing op tv. Mm-hmm. En heeft later nog een versie opnieuw opgenomen die daar net al even te horen was. En toen heette het lied Mijn Vriend. Ja, hij heeft een... Ja, niet te onderschatten rol gespeeld voor de emancipatie van holibies. Ja, in Vlaanderen, toen hij 50 jaar geleden uit de kast kwam op televisie. Dat was wel wat, hè, toen? Ja, heeft er ook zwaar voor geboet, want hij heeft heel veel optredens gemist. Van, ja, georganiseerd door katholieke verenigingen die hem plots niet meer wilden. Hij is gelukkig altijd aan de bak kunnen blijven komen op de VRT, op de BRT heette dat toen. Hè. En hij heeft zich geout in een programma dat Inspraak heette op tv. Tevoren had hij het al gedaan op de radio en heel raar, maar dat was onopgemerkt gebleven. Dus ja, ergens had hij dat gezegd, maar niemand had dat echt geregistreerd of praatte erover. Toen op tv in een programma voor de jeugd, Inspraak was een deel van Tienerklanken. Dat was echt wel heel gedurfd van de BRT toen, dan van producer Hilda Verboven. Die werkte in een klimaat dat eigenlijk was voorbereid door Paula Semer. Mm-hmm. Een vrouw die echt alle taboes sloopte in die tijd. Ja. Dus dat paste daarin, maar dat was toch heel gedurfd om dat in een jeugd in uitzending te laten zeggen door Wilferdi. En hij was daar heel blij mee dat hij dat kon doen. Hij deed dat vooral voor zichzelf, zei hij toen in die tijd, om in het reinen te komen met zichzelf, om niet meer te moeten liegen. We gaan eens kijken naar de rol die Wilferdi gespeeld heeft voor de emancipatie van holibies in Vlaanderen. Dank je wel, André, voor je uitleg. Waarom ik het dan toch in het openbaar heb gezegd, dat is in de eerste plaats voor mezelf. Ik vind dat het behoort tot de volledige zelfaanvaarding. Zonder zelfaanvaarding kan een homofiel niet gelukkig zijn en zeker niet in vrede leven met zichzelf, laat staan dus met zijn omgeving. We groeiden op. En toen je een aardig meisje koos, vond ik haar lief, omdat ze jou beviel. Af en toe maakte Wilferdi ook liedjes over het homo zijn, want hij heeft zich niet alleen geout voor zichzelf. Maar ik heb het ook nog gezegd met een heel speciale bedoeling en in even grote mate, mag ik wel zeggen, om mijn gevoelsgenoten ertoe aan te zetten, niet in die verborgenheid te blijven. Om in de eerste plaats zichzelf volledig te leren aanvaarden en daarmee wordt ook verstaan zich te laten aanvaarden door hun omgeving. Want heb ik de waarheid soms gezegd, stel me maar meteen terecht. In 1971 levert zijn coming-out nog gefluit op tijdens NECA in het Sportpaleis. Voor al je goedheid die ik ondervinden mag, zeg ik je dank. Het is zeker een nadeel geweest voor mijn carrière, jawel.
de reacties van het publiek algemeen waren fantastisch positief. Het waren alleen dus de mensen die het woord zeggen hadden, die mij moesten engageren, die toen hypocritisch deden en die dus zeiden van ja, nu moeten we toch even wachten om zo'n man in onze zaal te halen in die tijd. Hè. Vanavond voor het eerst de hit van Wilferdi, zoals hij hem altijd al wilde zingen. Wilferdi samen met De Laatste Showband en Mijn Vriend. In 2002 brengt Wilferdi zijn grootste succes Christine met een nieuwe tekst die hem nauw aan het hart ligt. We hadden geen geluk, mijn vriend. Want onze liefdesbanden, ze sprongen schrijnend stuk, mijn vriend. Staan met lege handen. Wilferdi. In de gloednieuwe gevangenis van Haren zijn gisteren en vandaag de allereerste gedetineerden aangekomen. Het gaat om 78 vrouwen die uit de gevangenis van Berkendaal komen in Vorst. Volgende week komen er nog eens zo'n 130 mannen bij. Een ploeg van Canvas kon er gaan filmen voor de documentaire Het dorp achter de muur, die volgend jaar pas te zien zal zijn. Verhuizen, dat betekent dozen inpakken, veel dozen in dit geval, en met een klein hartje uitkijken naar die nieuwe plek. Peut-être dans une nouvelle prison, parce que tout est nouveau. Ça va être un peu spécial, mais bon. J'attends. Niet alleen het gebouw is hier gloednieuw, ook de manier van opsluiten. Haren is bedoeld als een soort van gevangenisdorp, met meerdere gebouwen, een speeltuin voor de kinderen en vooral meer autonomie voor de gedetineerden. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, civil. Ça va? Ouais, ça va. De focus ligt hier ook op samenleven. De gevangenen worden opgedeeld in kleine leefeenheden. Als ze ooit vrijkomen, kunnen ze makkelijker aansluiting vinden in de maatschappij. Dat is het idee. Ook de aanpak voor de beveiliging moet daarom menselijker. Hier spreken ze niet van cipiers, maar van detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten. Oui, ça fait plaisir, hein? Et puis c'est gai d'être dans un nouveau, dans une nouvelle prison, lancer une nouvelle prison. C'est certain, c'est un peu compliqué au début, mais en soi, c'est un challenge, donc c'est gay. Volgende week verhuizen er ook zo'n 130 mannelijke gedetineerden naar hier. Allemaal uit Vorst. Om u een idee te geven, dit is de zwaar verouderde plek waar ze nu allemaal zitten in slechte materiële omstandigheden. Zowel de gevangenis van Vorst als Berkendaal gaan daarom ook onherroepelijk dicht. En dan moeten we het straks nog hebben over het Songfestival. Want de VRT organiseert volgend jaar opnieuw Eurosong om een kandidaat aan te wijzen. Dag Maarten, jij begint met een grote Belgische overwinning in het tennis. Ja, en daarvoor moeten we naar het land van de midterms, hè, naar de Verenigde Staten. Daar in Texas heeft Elise Mertens met haar Russische dubbelpartner de WTA-finals gewonnen. Dat is na de Grand Slams, het belangrijkste tennistoernooi ter wereld. In de dubbelfinale versloegen Mertens en Kudermetova het Tsjechische duo dat vorig jaar won en dat dit seizoen 3 Grand Slams binnenhaalde. De wedstrijd eindigde met een verrassende comeback. Vorig jaar verloor Elise Mertens de dubbelfinale van de WTA-finals. Ook toen was het Tsjechische duo Krejčíková-Siniaková de tegenstander. Mertens aast dus op revanche. Met haar nieuwe dubbelpartner, de Russische Kudermetova, begint ze sterk. Ze halen set 1 vrij makkelijk binnen met 6-2. Maar de titelverdedigers vechten terug in set 2. Krejčíková en Siniaková verloren dit seizoen nog maar 3 keer en ze pakten 3 Grand Slam titels. Ze trekken hun niveau op en winnen op hun beurt de tweede set met 6-4. In de beslissende super tiebreak gaan de titelverdedigers door op hun elan. In geen tijd kijken Mertens en Kudermetova aan tegen een 7-2 achterstand. Maar het Belgisch-Russische duo pakt nog uit met een spectaculaire comeback en wint de super tiebreak uiteindelijk nog met 9-11. Mertens wint zo voor het eerste dubbelspel van de WTA-finals. Het is haar 16e dubbeltitel al, de derde samen met Kudermetova. I was close last year, but no, I think we played really consistent this tournament and yeah, I mean, I can't even believe we won after that super tie. It was 7-2. I can't even remember points, you know.
But no, she really stepped it up at the super tie break. I just tried to hit that return in the last one. But no, we can be proud of our week. Mooie hoed ook. Dichter bij huis in de Justine Henin Academy worden de tennistalenten van de toekomst klaargestoomd. En de voormalige nummer 1 van de wereld en een bank slaan nu de handen in elkaar om talentvolle jongeren te ondersteunen in hun weg naar de top. Die weg is lang en kost vooral in het tennis heel veel geld. Dit is Romy De Bane, 14 en een tennistalent. Ze woont eigenlijk aan zee, maar wordt klaargestoomd voor het proftennis in de Justine Henin Academy in de buurt van Waver. Het is een bewuste keuze. Ik zou graag aan de top staan van de wereld en alles eraan doen voor daar te geraken. Ja. En dus kom je naar hier? Ja. Ik denk dat dat de beste optie is in België. En waarom is dit de beste optie? Ze leggen alles veel beter uit en je weet ook dat het echt juist is, omdat ze hebben dat ooit ook samen gedaan en je weet gewoon dat het juist is. Romy is één van de 8 talenten die hier sinds kort de stijl komt leren. Maar het gaat om meer dan tennis alleen. Ça se passe pas là seulement sur le terrain. Pour moi, c'est une partie de la chose. Quand on est en dehors du terrain, la manière de vivre dans le groupe, l'éducation aussi, les joueurs passent beaucoup de temps avec nous, ben, on a une responsabilité par rapport à ça. Et donc, ils apprennent aussi cette façon de vivre, quoi. Pour nous, le développement humain, avant le développement du joueur de tennis, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Een volledige scholing, zeg maar, en dat kost geld. Hoeveel precies willen ze niet kwijt? Maar door deze samenwerking moeten de families van de talenten zich daar al geen zorgen over maken. Maakt dat wel het verschil tussen voor je droom kunnen gaan of er niet voor kunnen gaan? Inderdaad. Inderdaad, in de tennis blijft een professionele topsport, wereldwijd, hè, zoals ook BNP Paribas is. We weten dat die investering zowel een investering is van spelen als financieel. En als we daarin kunnen bijdragen, in dat toch belangrijk element, dan zijn we daar luffie over. Hou jij er ergens rekening mee dat het niet lukt? Dat kan altijd gebeuren. Hè. Dat, je weet nooit waar je terechtkomt. Dus je moet er gewoon alles aan doen voor dat te geraken. Voetballers die de top wel al bereikt hebben, die beginnen over 12 dagen aan de wereldbeker in Qatar. Achter de toewijzing van het WK aan Qatar zijn al heel veel vraagtekens geplaatst. En nu zegt ook voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter dat de keuze voor Qatar een vergissing is. Blatter doet dat in een interview in een Zwitserse krant. Hij is ook een Zwitser. Blatter zegt dat het om een foute keuze ging en dat hij de verantwoordelijkheid droeg als voorzitter van de FIFA. Blatter wijst vooral ook naar de rol van Frankrijk met Platini en met toenmalig president Sarkozy om uiteindelijk voor Qatar te kiezen. Maar er zal toch in de woestijn gevoetbald worden, Wim. En donderdag maakte de bondscoach Martinez de Belgische selectie bekend. Oké, dankjewel Maarten. Wie gaat voor ons land naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Liverpool? Op die vraag hebben we nog geen antwoord. We weten sinds vanochtend wel wie een kans maakt. Voor het eerst sinds 2016 houdt de VRT opnieuw een preselectie met Eurosong. Er zijn 7 kandidaten en sommige namen zullen wellicht wel een Songfestival belletje doen rinkelen. People always say in 2010 zong Tom Dyce zich naar een 6e plaats, het beste Vlaamse resultaat ooit. Tegenwoordig vormt hij een duo met zijn vrouw Cato. Als de Starlings doen ze nu samen een gooi naar Songfestival Succes, samen met 6 andere kandidaten. We hebben een heel tijd geleden met de VRT een heel brede vraag gesteld aan de muzieksector, producers, managers, artiesten, platenlabels. Van, willen jullie meedoen aan de nieuwe Eurosong? Daar is enorm veel respons op gekomen. We hebben die laten beluisteren door mensen van binnen de VRT, buiten de VRT. En daar zijn 7 kandidaten uitgekomen. Ook Loredana doet opnieuw mee. In 2014 werd ze niet gekozen, maar ze scoorde toen met Tu Fabiola wel een zomerhit. De jongste kandidaten is Gala Dragot, 17. 2 jaar geleden won ze The Voice Kids en bracht ze een eerste single uit. De liedjes kennen we nog niet. Wel al te noteren, zaterdag 14 januari. Dan is er de Eurosong Finale, een live show vanuit Paleis 12. Er zal een vakjury zijn die de helft van de punten zal bepalen. En er zal vooral ook de helft van de punten bepaald worden door het Vlaamse publiek.
De hashtag Wij willen winnen is eens te meer van toepassing. Ik weet dat mensen denken van ja, het zal wel, maar we willen echt winnen. Dit heeft mij zoveel pijn gedaan. Eurosong is terug. De Ventilus hoogspanningslijn die in West-Vlaanderen elektriciteit van windmolens op zee aan land moet brengen, komt het best bovengronds. Dat bevestigt een nieuw rapport. De Vlaamse regering neemt binnenkort een beslissing. Fijne middag verder. Laat ons alsjeblieft beslissen. Het is heel duidelijk op basis van de rapporten dat bovengronds de beste piste is. De partijtop van CD&V heeft begin september al gezegd als uit nieuw onderzoek nog eens blijkt dat bovengronds de beste en enige oplossing is, dan is het einde discussie. Het gaat hier over de gezondheid van vele mensen. Het gaat over het landschap bij West-Vlaanderen. Laat ons alsjeblieft toch even alles bij elkaar nemen en hopen dat die technologie snel genoeg ontwikkelt om Ventilus toch nog onder de grond te kunnen plaatsen. We geven de strijd niet op. Vandaag niet, morgen niet. Nooit.